Wil je een mooie kop? Ik wil een mooie kop. Tijdens het tanken? Hey, Andrew, zit jij hier gewoon opeens? Ik kom verder. Dankjewel. Ik zit hier inderdaad, Aatje. En terwijl ik mijn stoel even goed zet, ja? Gaan we vandaag weer iets lekkers maken. Iets lekkers, het is zondag. Ja, het is weer zondag, jongens. Het wordt vandaag een koud gerecht. Een koud gerecht, oké. Terwijl een overheerlijk gebakje, Aatje. Een gebakje? Waar we heerlijk van kunnen genieten. Een gebakje. Bedoel, goed, Andrew. We zijn gezond. Ook jij ziet er weer steeds gezonder uit. Dankjewel, André. Dus laten we de producten even doornemen. We gaan ze doornemen. Ik ga er even bij staan. Ga erbij staan. En kijk jij eens even mee. Ik heb bloem. 60 bloem. Gram. 60 gram. Dit is boter. Roomboter. Roomboter. 50 gram. 2 eieren. Ik zie hem. En we hebben vandaag nodig pure chocola. Chocola. En André. Om af te maken, Aatje. Dit is geen glaasje melk. Oh. Dit is geen smoothie. Dit is geen karnemelk. Dit is geen yoghurt. Slagroom maken. Slagroom. Om het geheel compleet te maken. En wat gaan we dan maken, Aatje? Nou, leg het me uit. Vandaag gaan wij een heerlijke moerkop maken. Een moerkop. Andrew, ik heb er zin in. Go. Let's go. Dank je. Andrew. Aatje. Een deciliter water. Zit in een pannetje. 1 deciliter water. 1 deciliter water. Ja, ja, ja. Vuur staat aan. Ja. Wat gaan we doen? Dadelijk gaan we het water met de 50 gram roomboter. Die gaan we laten koken. Aan de kook brengen. Ja. We doen er een snufje zout bij, Andrew. Snufje zout? Snufje zout, essentieel. Oké. Okay. De boter is gesmolten, het water is aan de kook. Zet het vuur af, we doen het meel erbij. Ik zou zeggen, dan zie ik je dan als dat zover is. Aatje. Andrew. Kijk eens even mee. Hier hebben we chocola. Maar de chocola moet natuurlijk vloeibaar worden, hè? Dat klopt. Vloeibare dat klopt. Chocola hoort op de moerkop. En natuurlijk niet dit soort dingen. Nou ja, dat kunnen we niet hebben, Aatje. Nee. Aube Marie. Oh, Ben Marie. Dat betekent dat wij hier een pannetje met heet water hebben staan. Oh ja, die staat aan, zie je. Dat is onze warmtebron in deze. Ja. In deze schaal gooien wij de chocolaatjes. Ik heb het gezien. Hé, kijk eens even. Nu gaan we even wachten tot de chocola vloeibaar is geworden. Oh ja, door die stoom. Andrew, boter is gesmolten, water is aan de kook. Ja. Doen we in één keer de meel erbij en dan maken we een mooie glimmende bal. Het wordt een bal en dat is precies wat we nodig hebben. We hebben hier het deeg. Ja. De eieren, die doen we er één voor één door. We doen het andere ei pas erbij, als het hele ei is opgenomen in het meel. Oké, dus je gaat nu met ei 1 beginnen? Met ei 1 beginnen, ja. Aatje, kijk eens even. Ik kijk. Dit is de status chocola. Van de chocola. Dit oh, die is mooi gesmolten, André. Dat gaat goed, hè? Dat gaat heel goed. Lekker slag aan het koppen. We gaan ervoor. Aatje, we gaan ervoor. We gaan ervoor. So show me what I'm looking for. Oh, heerlijk, Aatje. Kijk die binnenkant ook. Oh, de slagroom. Een dun krokant laagje. Chocoladetopping. Het is heerlijk, Aatje. Het is als een soort magneet. Ik zie gewoon ook het zonnetje komt ervan op, Andrew. Het zonnetje komt ervan op. Nou. We hebben een geweldig gerecht gemaakt, Andrew. Ik vind het heerlijk. Aatje. Andrew. Dankjewel, jongen. Wederom. Oké, zou ik zeggen. Dat ga ik zeker doen, Andrew. Dat ga ik zeker doen.